In Galgenwaard zitten meer dan 100 kinderen te wachten op Sinterklaas. Die kinderen komen uit heel Utrecht. Ze komen uit Ondiep, uit Zuilen, uit Overwecht, uit Kanaleiland en ook uit Leidsche Rijn. Gaan jullie mee? Wat gebeurt hier vandaag? Nou, we hebben hier vandaag het Sinterklaasfeest voor de kinderen van de deelnemers van de voedselbank. Waarom is dit georganiseerd? Primair is het natuurlijk georganiseerd voor de kinderen. Door de omstandigheden thuis geen Sinterklaasfeest kunnen vieren zoals wij het altijd doen. En daarvoor zorgen we dat ze nu een leuke middag krijgen, dat ze nu getrakteerd worden en straks met leuke cadeautjes naar huis gaan. Wat heb je op school gedaan? Gevoetbald. En was het leuk? Ja. Wat is er leuk aan het feest? Alles. Alles is leuk. Heb je al cadeautjes gehad? Ja, in mijn schoen wel. Het is gezellig. En met wie ben je hier allemaal? Met mijn zusjes, mijn moeder en mijn moedervriendin. Wat vind je het allerleukste? Ja, tovenen. Het goochelen? Hoe vind jij het feest? Ook leuk? Ja. Hier ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje, het ik op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Zien jullie mee? Waarom mocht jij bij Sinterklaas komen? Ik mocht bij Sinterklaas komen omdat ik een Sinterklaas Amazing boek heb uitgebracht. En dat is echt superleuk. Ik heb mijn eigen liedjes mogen zingen. Wel de traditionele Sinterklaas liedjes, maar dan eigenlijk in een eigen jasje. En dat vond ik heel bijzonder om te doen, want vroeger zat ik zelf altijd voor de open haard te wachten tot Sinterklaas kwam. En dan luisterde ik zelf naar zo'n kindercd. En nu gaan de kindjes misschien luisteren naar zo'n cd, maar dan met mijn stem erop. En dat vind ik heel tof. Wat vind je ervan dat dit feest is georganiseerd? Ik vind het heel leuk dat dit feest is georganiseerd, ja. Want weet je wel, de kinderen die soms niet echt heel goed Sinterklaas kunnen vieren en niet alle mogelijkheden daartoe hebben, is het heel fijn dat we op deze manier hun wel een Sinterklaasfeest kunnen geven. Dus dat vind ik erg leuk. Ja, want wat is er allemaal gedaan voor de kinderen, weet je dat? Volgens mij is er heel veel cadeautjes zijn er verzameld en er is dus een Sinterklaas gekomen en we hebben opgetreden en volgens mij krijgen ze allemaal het boek mee naar huis. En dus dat is heel erg leuk, ja. En hoe komen jullie aan al die cadeautjes? Dat is het geheim van de smid, hè, natuurlijk. Nee hoor, we hebben heel veel grote bedrijven die mee willen werken. Maar ik dacht eigenlijk, Sinterklaas neemt ze toch mee uit Spanje? Nee, Sinterklaas heeft tegenwoordig zo verschrikkelijk veel verplichtingen dat zelfs hij het niet meer kan betalen. Dus hij heeft onze hulp ingeroepen. Nou, nogmaals, wat is het leuk dat jullie er allemaal zijn. En vorig jaar hebben we elkaar natuurlijk ook gezien. En nou zitten we weer met z'n allen. Wat vindt u van het feest? Heel mooi. En wat is er mooi aan het feest? Omdat het met die organisatie vind ik zo prachtig. Dat alles eraan en erop. Het eten en het drinken vond ik leuk en dat Sinterklaas en de Pieten kwamen. En u zegt alles is erop en eraan. Wat is er allemaal op en aan? Qua drinken, van alles eigenlijk. Wat het kind verwacht eigenlijk. Dat vind ik alleen maar prachtig. Heb je al cadeautjes gekregen? Ja. En wat heb jij gekregen? Een yogai. En wat vind je leuk aan het feest? Sinterklaas. Wat ik in mijn